We zijn op bezoek bij de Baarnse schrijfster Tera Koppens, die onlangs een prachtig boek publiceerde, Suzanne en Eduard Manet, de liefde tussen een Hollandse pianiste en een Parijse schilder. Tera, je schreef heel veel boeken over de Oranjes en nu over Suzanne Leenhof en Manet, de beroemde Franse schilder. En hoe kwam je op dit onderwerp? Ik kom eigenlijk nooit op het onderwerp. Het onderwerp komt naar mij toe. Ik wil niet spiritistisch doen, maar het is wel zo. Ik was met mijn boek over Sophie in Weimar bezig. Daar heb ik al 5 jaar ruim over gedaan. En zij was een leerling en een goede vriendin van Frans Liszt. En op een gegeven moment trouwt ze in 1842. Frans Liszt speelt op haar bruiloft. Daarna gaat hij over de rivier naar Den Haag varen om daar op te treden voor koning Willem II. En onderweg hoort hij het carillon spelen van Zaltbommel. En dat waren hemonieklokken. En wij zijn daar nu aan gewend, maar in die tijd was dat iets typisch Hollands. Die gebroeders Hemonie uit de 17e eeuw, die konden die klokken heel zuiver stemmen. En die hebben dat geheim meegenomen in hun graf. Dus die man ging van boord. Beklom in Zaltbommel de trap van de gasthuistoren waar dat carillon zat. En ontmoette Carolus Leenhof, de vader van Suzanne Leenhof. En voilà, ik was bij mijn onderwerp. Ze fascineerde me zo dat ik haar leven ben nagegaan en al die geheimzinnige lege plekken ontdekte. Ja, dan krijg ik een historische nieuwsgierigheid. Die is niet meer te stuiten. En nou ja, die Suzanne, meisje uit Zaltbommel, hoe kwam ze eigenlijk in Parijs terecht en in aanraking met Manet? Liszt heeft gezegd toen hij haar heel kort hoorde spelen, dat is zo'n talent, jij moet in Parijs een opleiding nemen, want in Nederland was niet eens een conservatorium. Nou, toen is ze, dat was 13 jaar, de vader had daar helemaal geen geld voor. Maar heb ik ontdekt, waarom zijn ze nou in 1847 toch naar Parijs gegaan? Met 6 kindertjes tussen de 4 en de 17 jaar. Nou, in 1847 woedde er een verschrikkelijke aardappelpest. Nou, je weet, in Ierland stierven ze bij bosjes, vluchten naar Amerika om te overleven. Waarschijnlijk heeft vader Carolus Leenhof gedacht, nou, mijn moeder woont in Parijs, die had een pensioen uit het leger van haar man. We gaan daar naartoe, daar was veel meer te eten, schoon drinkwater. Dus hij heeft die stap gewaagd. En toen konden zijn kinderen meteen een artistieke opleiding krijgen, wat in Nederland natuurlijk op dat moment nog heel schraal was. Suzanne ging toen op 17 jaar een muzikale opleiding volgen en om geld te verdienen ging zij lesgeven aan de jongste 2 broers van Édouard Manet. En die moeder van die kinderen, Manet, was bevriend met Marie Daugou, de minnares van Frans Liszt, waarvan hij ook 3 kinderen had. Nou, toen viel alles bij elkaar. Ik denk, ik zie het, zo zat het. Nou ja, het viel me op toen ik het boek las dat er zo'n groot verschil was tussen de ouders van Suzanne, die haar aanmoedigen, en Manet, die eigenlijk tegengehouden werd door zijn ouders om zijn talent te ontwikkelen. De vader van Eduard was een zeer hoge rechter. En die wilde helemaal niet dat zijn zoon in de kunst ging. Hij verbood hem om schilderen en tekenen te gaan leren. Nou, maar hij had helemaal geen zin om rechten te gaan studeren. En die zei, nou ja, dan ga ik wel naar zee. Oké, toen mocht hij dan op een marineschip naar Brazilië. En bij terugkeer zou hij dan bij de marineschool gaan en een hoge officier worden. Maar hij zakte voor zijn examen. Was hij maar blij om ook, want toen kon hij weer zeggen, nee, ik wil toch tekenen en schilderen. Nou, die heeft dus een enorme krachtsmeting met zijn vader gehad en uiteindelijk zijn zin gekregen. Bij Suzanne Manet was het bij Suzanne Leenhof toen nog was het anders. Haar ouders wilden dolgraag dat zij zich in de muziek zou bekwamen, net als haar vader. En die stimuleerde dus dat ze naar school ging. Totdat die ramp gebeurde, dat arme kind werd zwanger. Ja, en dan klapte je hele carrière in elkaar. Je was een gevallen vrouw, je kon eigenlijk wel worden afgeschreven. In die tijd was dat een verschrikkelijke ramp en een schandaal voor de hele familie. En toen kwam ze in Parijs en toen kon ze als madame Édouard Manet, want je hele naam was weg, kon ze naar voren treden en in die salon gasten ontvangen. En daar waren de schilders van de La Tour bij, Monet later, Renoir, Edgar Degas. Maar ook grote schrijvers als Baudelaire, zoals ik al noemde.
Emile Zola, waar ze was ook bevriend met de vrouw van Zola. Verlaine later. En natuurlijk, en dat was voor haar heel belangrijk, muzici, hè? Emmanuel Chabrier heeft een prachtige impromptu aan haar opgedragen. Saint-Saëns heeft die voor het eerst uitgevoerd, dus het waren niet de eerste de beste. Nou ja, Mallarmé droeg een gedicht aan haar op Théodore de Banville. Dus zij werd opeens opgetild in dat Parijse milieu. En vanuit zo'n dorpje met 685 huizen kwam ze in een stad met meer dan 1 miljoen inwoners. Die bruisten van de cultuur en de nieuwe ontwikkelingen en de muziek. Dus het is zo'n avontuur geweest voor haar. En was het een gelukkig huwelijk? Ja, ze hebben heel veel van elkaar gehouden. En wat ik aan correspondentie heb kunnen vinden in de Morgan Library in New York, notabene, wordt dat bewaard. Dat is zo innig en getuigd van zo'n sterke band. Maar Manet was schilder, zat in dat kunstenaarsmilieu, had natuurlijk prachtige modellen die zich voor hem ontkleden. En zijn vrienden zeggen, hij is altijd trouw geweest. Als ik het allemaal lees, denk ik, nou, is dat wel zo? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die liefde voor zijn vrouw, die natuurlijk ook kameraadschap was en vooral op platonisch gebied heel sterk. Zij diende de muze van de muziek, hij diende de muze van de schilderkunst. Dat was ideaal, bevruchtend over en weer. Hij heeft haar tot zijn dood heel erg lief gehad. Je hebt ook een fantastische ontdekking gedaan die de hele kunstwereld op zijn kop zal zetten. Ja. Nou, Suzanne raakte dus in de lente van 1851 zwanger, ongewenst zwanger. Wie was de vader? Nou, alle kunsthistorici hebben dat uitgezocht en zeggen, ja, dat was natuurlijk toch Manet. Maar die mocht daar niet voor uitkomen, want ze waren op dat moment niet getrouwd. Nou, dat is een beetje een moeilijke theorie. Klopt later helemaal niet. Ja, want dat de kind... vader van Manet wordt ook... Toen werd de vader erbij gehaald, want die stierf toch een syfilis. Dus dat zou wel een viezerik zijn geweest die Hollandse pianiste even apart heeft genomen. Nou, die theorie klopt ook weer niet helemaal, want dan had hij toch Manet-bloed. En dan zou hij op zijn 15e jaar mogen studeren. Maar die arme Leon, die moest bediende bij een bank worden en zijn eigen brood verdienen. Dus ja, dat klopt ook weer helemaal niet. En de familie Manet eiste dat het kind werd geaccepteerd. Dus hij ging door voor het jongste broertje van Suzanne. Nou, dat kon nog net. Die moeder was 44 van Suzanne toen ze zwanger raakte van die onbekende vader. Het zou dus haar 8e kind zijn geweest. Allemaal heel raar, maar dat hebben ze dan maar naar voren gebracht. En iedereen dacht dat het jongste broertje van Suzanne was. Nou, toen ben ik gaan zoeken en vooral op naam. Want dat jongetje heeft bij de geboorte en bij de doop, die twee actes heb ik dus gevonden, dat heeft nooit iemand gedaan. Ik heb in het archief de Paris gevonden de doopakte en daar staat heel duidelijk in, de vader is Coella, profession, musicien. Suzanne en Leon, die zijn natuurlijk heel vaak ook als model gebruikt. Ja, dat is het interessante. Toen Suzanne eenmaal mevrouw Edouard Manet was, mocht ze natuurlijk niet meer op podia staan en haar namen op aanplakbiljetten. Dat zou heel schandalig zijn. Dus ze binnenskamers maakte ze carrière als pianiste en zangeres. Maar onbedoeld is ze wereldberoemd geworden doordat hij zoveel schilderijen van haar gemaakt heeft. Hele mooie, hè? Ook aan de piano. Dat model was altijd in de buurt. Dus ze is nu te zien in alle grote musea ter wereld. Ja. Wat gebeurde er eigenlijk met die schilderijen na de dood? Hè? Manet is vroeg gestorven, of jong. Wat gebeurde er toen met alle schilderijen? Ja, de geschiedenis van de artistieke nalatenschap van Edouard, zou je nog een boek 2 keer zo dik als dit over kunnen schrijven. Plotseling kregen de mensen zicht in zijn genie. Die vrienden hebben met Suzanne en Leon toen een grote tentoonstelling georganiseerd in de beroemde zaal van de École des Beaux-Arts, waar die altijd zo geminacht werd. En toen de mensen opeens al die schilderijen bij elkaar zagen, toen werden ze enorm geraakt. En Manet heeft ook altijd gezegd, je moet niet 1 of 2 schilderijen van me zien. Je moet ze allemaal tegelijk zien. Nou, mensen werden
Ja, critici schreven, ze barsten gewoon de muren open. Want al die saaie mythologische taferelen en die brave landschappen, ja, die raakten de mensen niet meer. Dit was de nieuwe kunst, hè? Hij was een tijd zo vooruit. Je bent zo lang bezig geweest met Suzanne en met Edouard. En wat betekenen ze nu voor je? Oh, die zijn altijd bij me. Gaat nooit weg. En het leuke is, ik krijg ook steeds informatie erover. Mensen die opbellen uit Zaltbommel, die zeggen, ik weet nog wat mijn oma vertelde of opa. Dus, en overal zijn die schilderijen. Ik vind het heerlijk dat ik het bij lezingen kan blijven overbrengen en dat mensen er rijker van worden en ook naar Parijs gaan en de musea aflopen en dat uitdragen. Dat, het klinkt een beetje als een... Zetteling. ja, maar dat, ja. Ik bedoel, kunst maakt gelukkig, dus dat kun je niet heftig genoeg om je heen verspreiden.